Nou, we waren onderweg naar de school, maar achter mij staat een vastgelopen bus. En hij zit ook echt gewoon behoorlijk vast. Oh ja! Ik loop hier door de gangen van het ziekenhuis en hier worden mensen getest op AIDS. Wij gaan nu een laboratorium in, maar het is strictly prohibited to enter this zone. Kijk, daar gaan we. Hij doet wat bloedplasma van echte patiënten. Doet hij op dit stripje. En als je hier twee duidelijk zichtbare lijnen kan zien, dan is de patiënt HIV positief. How many people with HIV in total will come to this hospital? It's almost 40-45 that day, yes. A day. Dat betekent dus dat ongeveer 10% in het ziekenhuis AIDS heeft. Why are there so many HIV infections over here? Because of poverty, you can say so, yeah? And the lack of employment. Jezus. Ik, ja, dit is heel heftig wat ik hier nu zie. Het is moeilijk om te zien hoe hier mensen er zo ellendig bij liggen. Dit is niet een plek waar je heel graag zou willen liggen. Dit is wel, ja, het blijft steeds weer heftig. Why is that kid up here? The kid is suffering from malaria. Malaria? Oh. Malaria, as you know that this is rain season. So a lot of mosquito, which causes malaria, are breeding very fast. Okay. Ja, hier slikken wij dus pillen voor. Dit kind heeft malaria, die is gebeten door een mug en die moet hier dus verblijven. Do you know how she's doing? She's feeling better now. Okay. Sometimes it's 10 to 15 children can die within a month. In a month. That's because of malaria. That's why we say that malaria is a deadly disease. What's wrong? We gaan een of andere scan doen. Ik weet nog niet precies wat hij nou gaat doen. Maar ik lig hier op een bed. En een beetje zenuwachtig. En ik voel de bacteriën al zeg maar over mijn rug kruipen. Kijk, je kan daar gewoon mijn buik zien. Dit is de light kidney. Ja, hier naar het bladder. Is ook nog vol. Seriously? We hebben HIV-positief bloed gezien. We hebben gezien hoe dat wordt getest. We hebben de kamers gezien waar kinderen in verblijven als ze echt ziek zijn. Het was ook wel heel heftig. Maar ik ben blij dat we nu weer lekker naar het guesthouse gaan. En even uitrusten en mijn buik wassen.